naar het zwembad nu, want dit weekend was er in Leuven, naar jaarlijkse traditie, het provinciale kampioenschap zwemmen. De eerste test van het nog jonge seizoen. Meer dan 300 zwemmers van 17 verschillende clubs streden er voor de Brabantse titel. De sfeer in Sportoase is opvallend uitgelaten. Dit provinciaal kampioenschap komt nog erg vroeg op het seizoen. De meeste zwemmers en zwemsters zijn dan ook nog volop aan het bouwen. Onder meer voor het Belgisch kampioenschap dat volgende maand plaatsvindt in Gent. Zo ook Dries van Goetsenhoven en Alexander Trapp hier samen aan het werk tijdens de 4x100 meter vrije slag in de derde baan bovenaan. Die winnen ze in een tijd van 3 minuten, 42 seconden en 1/100ste. Voor een topsportschool is dat zo'n beetje een straatkampioenschap. Zij beschrijven dat als een straatkampioenschap. Want ja, hier moeten we eigenlijk nog niet staan. Ja, BK en VK is natuurlijk nog veel belangrijker. Dus ja, BK is niet zo belangrijk, maar we willen hier uiteraard wel goed zwemmen. Dus. Het is wel plezant om een PK te zwemmen. En wat zijn de ambities op dat BK? Ik ga ja, zo hard mogelijk zwemmen. En ja, de open categorie wordt wat moeilijk om medaille te halen, maar in die per categorie is wel ja, de bedoeling dat je medailles haalt. Dries en Alexander zijn allebei nog maar 15 jaar en grote talenten van Swimming Team Tiene. Een andere zwemmer in die leeftijdscategorie om naar uit te kijken is Maxime Eekhoff. Zijn specialiteit is de schoolslag. Door zijn goede persoonlijke tijden zwemt hij tijdens deze kampioenschappen tussen oudere jongens. Daardoor is hij in de race derde en wint hij toch de 50 meter schoolslag bij de kadetten. Je hebt dezelfde inschrijftijd als oudere mensen, dus je denkt dan, je kunt even snel zwemmen, waarom dan ook niet? Is het een voordeel om met zo'n oudere jongens te kunnen zwemmen? Ik denk dat het wel een voordeel is, maar op de Belgische en zo heb ik toch liever leeftijdgenoten dat je ook weet waar je zwemt. Beide dames, 17-jarige Nele Huig, zijn talent om zeker in het oog te houden. Vooral de korte sprintnummers zijn haar specialiteit. Ze pakt de provinciale titel op de 50 meter vrije slag, vlinderslag en rugslag. Veel training. Normaal 7 keer per week en soms is dat mijn ochtendtraining of 2, dus dan is dat 9 keer en dan is het ook nog 2 uur krachttraining. En dan is er nog Jolien Vermeijlen uit Averbode. Jolien is al jaren een van de absolute toptalenten van de Leuvense zwemclub Best. Ook dit jaar wint ze in totaal weer 5 provinciale titels, zoals hier op de 200 meter wisselslag. Met de bestdames zwemt ze ook een provinciaal record op de 4x100 meter. Maar Jolien is ondertussen 18 geworden. En de vraag is of ze zich in de toekomst zal blijven toeleggen op het zwemmen. Hetzelfde dat alvast een moeilijke vraag. Ik ben nu voor het eerste jaar aan het studeren. En ja, dit jaar daarom we trainen ook minder. Kijken hoe dat het gaat met studeren, aanpassen. En dan als dat goed gaat, kunnen we volgende jaar nog wat meer gaan. Maar zeker voor nu, zeker zien te combineren vooral. Dat is de eerste opdracht. Nog dit. Etienne Daams van zwemclub Treemloos won een provinciaal record op de 50 meter rugslag bij de Benjamins. In totaal veroverde het Leuvense bestteam de meeste medailles.